Ja. We zijn nu in het winkelcentrum Schalkwijk, in het nieuwe informatiepunt eigenlijk over alle nieuwbouwontwikkelingen in dit winkelcentrum en daaromheen, de Europawegzone. Er gebeurt op dit moment wel heel veel in Schalkwijk. Ik vertelde net, als je de Europaweg langs fietst, dan zie je eigenlijk alle ontwikkelingen al ontstaan. Maar het winkelcentrum, dat staat eigenlijk weer voor een volgende fase van nieuwbouw. We hebben net de eerste fase eigenlijk al gebouwd gezien. Dat is waar de bioscoop is gebouwd, en de Albert Heijn en de parkeergarage. De zuidkant, dus bij de oude autowasserij, daar komt binnenkort ook heel veel nieuwbouw. Dus die twee fases hebben we al gehad. Maar er is nog een heel groot gedeelte van het winkelcentrum wat nog niet herbouwd is. Wat achterstallig begint te worden, waar ook echt de behoefte is om iets nieuws te doen. Nou, in die fase gaan we komen binnenkort in. En wat er nu gebouwd gaat worden volgende fase, dat zal het waarschijnlijk voor de komende 100 jaar misschien wel zijn. Dus dan is het wel extra belangrijk om dan te kijken van wat vinden bewoners belangrijk voor de toekomst van hun winkelcentrum. Wat zou erbij kunnen komen, had ik opgeschreven. Eigenlijk gewoon dat er meer restaurantjes komen en dat daardoor gewoon komen meer mensen hierheen. De sfeer wordt gewoon leuker, eigenlijk. Elk goed idee is natuurlijk welkom. Dus ik denk dat dat ook de uitdaging is om met elkaar te kijken van wat vinden we hier nou in algemene zin van belangrijk. Wat zijn de echt goede ideeën waar we zelf nog niet aan hebben nagedacht. En uiteindelijk hebben we gewoon hele goede ontwerpers ook in dienst bij de gemeente Haarlem. Die kunnen nadenken van al die vragen en wensen en ideeën om kunnen zetten naar een mooi en haalbaar plan. Bij de volgende fase, laat zeggen fase 3, 4, 5. Dan moet je toch denken over dat wij de plannen ergens dit jaar, eind dit jaar, definitief zullen vaststellen. Nadat we ook de gemeenteraad het gesprek hebben gehad van wat zij belangrijk vinden. Dus laat zeggen dat de volgende masterplan voor de volgende fase eind dit jaar voor klaar zal zijn.